ik ben van de generatie waarin alles kon, kan, mag, als je wilt, maar niks vanzelfsprekend is. En nu lijkt het wel alsof alles vanzelfsprekend is. Iedereen vindt maar dat ze recht hebben op van alles en nog wat. Ik heb in de kantine leren zuipen. Niet dat je dat per se moet leren, maar je gaat het toch doen. Dus kan je het maar beter leren onder een soort van toezicht. De afterparty was altijd bij mij. Maar jij belde haar op terwijl zij thuis nog zat met een andere vent. Slecht, hè? In België kan er sowieso meer dan in Nederland. Dat is... Wat gebied? Elk gebied. Ja, je moet dingen niet maken omdat je succes wil hebben. Je moet dingen maken omdat je het leuk vindt. Welkom bij Even Relativeren, de podcast. Deze keer met ASMR Frank Lammers. Ja. Welkom, Frankie. Hi. Ja. Dit is ongelooflijk ranzig voor de mensen op Spotify. Ja. Maar ik ben aan het applaudisseren op dit moment, dus maak je geen zorgen. Zo zag het er niet uit. Maar nee, oké, zo voelde het ook niet. Hey Frank, wat leuk dat je er bent. Ja. Ik heb met jouw dochter geïnstagramd, hè? Ik dacht dat ik jou een berichtje stuurde, maar... Ik schrok even bij, ik heb met jouw dochter, maar toen heb ik wel gelukkig geïnstagramd. Nee, zeker op navolging van die gekke geluiden net. Nee, het is allemaal netjes geweest. Ik heb jouw dochter, of ik dacht dat ik jou een berichtje stuurde van Frank, vind je het leuk om langs te komen in de podcast? Toen kreeg ik een bericht, ja tuurlijk, doe ik, gezellig. En toen bleek ik helemaal niet met jou te appen. Mijn dochter is mijn Instagram manager. Ja. Omdat ik daar natuurlijk zelf een veel te oude lul voor ben. Ik heb er één fout gemaakt en ik weet niet of ik die hier hardop moet melden. Want jij hebt natuurlijk 800 miljoen volgers. Maar ik heb tegen haar gezegd, is goed, ga jij dat doen? Ik betaal je 2 euro per 100 volgers. Oh echt? Het is al redelijk uit de klauwen gelopen. Ik heb er nu 75.000 volgers, geloof ik. Oké dan. Ja, ga maar rekenen. Dus ze is dolgelukkig. Ja, dat tikt lekker aan. Ze vindt het een mooi baantje. Dus ja, dat snap mochten ik. Jullie me willen naaien, dan kun je dat doen. Door zo snel mogelijk bij mijn Instagram... hoe heet dat? Instagram pagina? Ja, nee, maar dat je dan daar ook... Nee, dat je dat volgt. Ja, volgen. Ja. Nou, voor iedere 100 ben ik 2 euro aan mijn dochter kwijt. Dus. Nou, laten we eens even kijken of we Frank bankrupt kunnen maken. Ik zou zeggen, als je hem nog niet volgt, Frank Lammers op Instagram. Hij is gewoon te vinden. En ik zou zeggen, doe het massaal. Geef zijn dochter een mooie toekomst. En laten we eens even kijken. Kan ze volgende week een huis kopen. Of die Jumbo Fee, of we die er gelijk uit kunnen trekken. Hey, maar ik zie, zij plaatsen regelmatig foto's van jou met PSV-shirtjes en dan post je iets over het vrouwenvoetbal. Ja. Daar ben je wel flink bij betrokken dan. Nou, ik coach het team van mijn dochter al 8 jaar. Ja. En dat is voor mij zijn de leukste. Ik ga zo weer trainen met ze en op zaterdag coach ik de wedstrijd. En dat vind ik het allerleukste op de wereld. Ongeveer. En hoe gaat het met die ploeg? Ja, zij zitten op een club die heet TOS. En TOS betekent tot overwinning streven. En dat hebben ze een jaar of 7 van de 8 vrij letterlijk genomen. Tot overwinning streven. En daarna begonnen ze een keer te winnen. Dus het heeft lang geduurd, mijn aanpak, maar nu werkt hij. Bij een profclub was ik al ontslagen, denk ik. Maar wat is dan die typische Frank Lammers methode op het gebied van voetbal? Heb jij nog een soort van uniek selling point op het gebied van training geven? Ja, plezier. Ja. Ik bedoel, ik kan met een gerust hart zeggen dat ik ben begonnen met die meisjes 8 jaar geleden. En er is er pas 1 keer 1 afgehaakt. Ja. En ze zijn nu allemaal puber. Dus dit is vrij, ik denk dat het langst, de Rolling Stones van het voetbal is. Het langst bijeenzijnde team in Nederland. Dus de sfeer is goed. De sfeer is top. En ja, moet ik dan bij een vrouwenvoetbal ook gewoon wel denken aan die derde helft? Heeft hij net zo'n belangrijke rol als bij de mannenvoetbal? Nou, weet je wat het is met die kinderen? Die mogen niet meer drinken. En dat vind ik heel slecht eigenlijk. Want ze zijn nu 16 en zouden ze toch af en toe best een biertje mogen voor mij. Dat mag ze ook. Dat is waar, ja. Je mag pas drinken als 21. Ik heb in de kantine leren zuipen. Niet dat je dat per se moet leren, maar je gaat het toch doen. Dus kan je het maar beter leren onder een soort van toezicht. Ja. En als je bij ons in de kantine vroeger te veel had gehad, dan zeiden ze, nou, zo is het wel mooi geweest. En breng de jongen even naar huis. Keurig. Prima. En nu, ze kunnen nergens naartoe. Ja. Om ze mogen niet eens naar binnen. Dus dan gaan ze in het park zitten rare dingen doen. En zo. Nou, dat is natuurlijk achterlijk. En dan heeft trainer Frank Lammers geen overzicht meer.
Nee, sowieso niet. Maar dus de derde helft bestaat voor die. Er bestaat helemaal niet meer voor deze generatie. Die gaan gewoon naar huis. Ja. Of die gaan een kroketje halen bij de Febo. Dat is het dan. Ja. Maar moet ik, jammer. Dat, moet ik dat voor me zien dat jij dan wel als enige dronken in die kantine staat en dat hele, die hele ploeg nuchter? Nee, dat, kijk, op een gegeven moment kan jij er dan niks bij voorstellen, maar dan geloof je het wel. Dus daar komt de lockdown ook een stuk minder hard aan, hoewel ik nog steeds graag in het café sta, hoor. Maar dat hoeft niet meer per se. Maar vroeger, zeker toen ik zelf voetbalde in Mierlo, waar ik vandaan kom, ik had een bordje gemaakt met op de ene kant 10 en op de andere kant 20. Ja. En dan deden we allemaal zo. Zo heet het ook weer? ASML? ASML, ja. Ja, ASML. Naar de bar en dan stak ik een bordje op met hoeveel bier we wilden hebben. Kijk, dat waren de tijden natuurlijk. Het is ook gewoon een belangrijk onderdeel van je puberteit, toch? Ik vind dat je het moet leren. Je moet leren. Je moet daar leren mee omgaan. Zoals als je het nu volgens de letter van de wet doet, dan ga je studeren. En dan kan je dat eerste jaar meteen weggooien, want dan moet je ook nog leren drinken. Ja, ja, zonde. Dat is natuurlijk knettergek. Heb jij gestudeerd? Toneelschool. Ja? Ja. Hoe was het studentenleven op de toneelschool? Want we kennen het studentenleven natuurlijk wel van al die, ja, studenten die rechten studeren, medicijnen studeren. Dat is de mooiste tijd van hun leven. Was dat op de toneelschool ook zo? Nou, ik had wel een goede tijd. Ja, wij zaten nog op de Keizersgracht in Amsterdam. Samen met de kleinkunst en de regieopleiding. En als je studeert moet je mazzel hebben dat je goede lichting hebt. Ja. En die hadden wij met Agda de Munnik, Plien en Bianca, Casper van Koten, Kees Geel, Kees Boot, Ellen ten Damme. Plien en Bianca had ik al gezegd. Het zijn volgens mij ook wel allemaal hele gezellige mensen bij elkaar. Hier zat de school en dan had je hier de Runstraat daar om de hoek. En daar zat een pizzeria, een broodjeszaak en een café. En ik woonde toen op de Elandsgracht. Nou, er zijn maanden geweest dat ik uit die driehoek en helemaal niet. Het is 200 meter, dat was het. En daar is ook al mijn geld naartoe gegaan. Ja, mooi. Ja. En hadden jullie ook allemaal, sliepen jullie allemaal bij elkaar in een studentenhuis toen? Nee, zeker niet. Nee. Iedereen woonde gewoon op zichzelf. Maar er gebeurden wel mooie dingen, omdat toen kon er nog van alles. Oude lul spreekt, opa vertelt. Maar hè, tegenwoordig zit de toneelschool in een groot met betonnen gebouw. En daar kom je niet meer in, maar wij hadden gewoon allemaal de sleutel. Dus, en er zat een gymlokaal. Dus als de conciërge wegging, dan gingen wij weer naar binnen. Iemand had de sleutel van de koelkast, dan was het feest. En dan gingen we. Een legendarisch verhaal dat we met z'n allen gingen trampoline springen. 'S nachts. Daar. Met een paar slokken op. Met een paar slokjes op. En ik spring op een gegeven moment en ik voel een soort van klonk. Ik denk, dat is niet goed. Dus ik kijk om en er komt een docent onder de trampoline vandaan. Met het bloed echt uit zijn neus spuitend. Ik zeg, wat doe je? Hij zegt, ja, ik was zo vaak overheen geweest. Ik denk, ik ga er eens onder kijken. Ze werd gewoon vol op zijn neus gesprongen. Maar jullie gingen als studenten ook gewoon uit met je docenten? Ja, dat was normaal toen. Ja, ja? Die kwamen ook gewoon, ja. Ik zie soms die beelden van vroeger terug. Dan zie je ook die docenten ook roken in de klas. Oh ja, zeker. Dat mocht overal toch nog. Ja, dat mocht overal, maar dat is zo'n raar gezicht. Ook dat je in, zo vreemd. Ja, ook dat je in het vliegtuig überhaupt nog die logo'tjes ziet van verboden te roken. Ik kan je überhaupt niet voorstellen dat iemand dat ooit gedaan heeft. Ik vond in de trein ook altijd vies. Ik ging nooit in de rookcoupé zitten. Het is ook gewoon goor. Maar wat maakte dat dan toen anders, los van dat het andere tijden waren? Dat het gewoon normaal was om toen met je docenten uit te gaan. Ik zie dat nu helemaal niet zo snel meer gebeuren. Als ik ook terugkijk naar mijn eigen korte studentenperiode. Ik ben al nooit. Heb jij gestudeerd? Journalistiek tot jaar 3. Doe je goed, man. Ja. Toch goed opgelet. Dankjewel. Ja. Toen gestopt. Ja. Waarom niet? Het zijn toch ook gewoon mensen? Mm-hmm. Ja. Nee, ik heb daar nooit. Wij stelden ons daar helemaal geen vragen bij. En als ik nu tegen mijn eigen kinderen praat, dan zeg ik ook: hey, het zijn net mensen, probeer eens met ze te praten. En dan zou je zien wat het oplevert. Ja, maar hadden ze niet ook een andere instelling toen? Zowel de studenten als de docenten? Ik heb het idee dat er nu altijd een soort van, ja, toch wel een bepaalde afstand heerst. Ook in de klas. Misschien was dat toen allemaal wat informeler. Nou ja, er is natuurlijk van alles gebeurd op die toneelschool. Wat ook het licht niet verdragen kon. Maar wat toen wel gewoon normaal was tussen docenten en leerlingen. Ja. Laten we zeggen dat sommige dingen ten goede zijn gekeerd en andere ten kwade. Nu is het al snel raar voor een docent als je iets gaat drinken met je studenten of zo.
Ik heb dat zelf ook wel gemerkt, moet ik zeggen. Omdat ik gaf op een gegeven moment les in Maastricht op de toneelschool. En toen ging ik het café in. Zo van, nou kom. Ja, gezelligheid. Iedereen vond het heel raar dat ik daar was. Toen ben ik mooi naar huis gegaan. Ja, dat is toch raar? Dat is toch jammer? Ik bedoel, in het café kom je tot de beste ideeën. En alleen omdat er een tijdsverschil of een functieverschil tussen mensen zit, wil niet zeggen dat je niet gewoon een avond ook gezellig met elkaar kan doen. Dus ik vind het vooral jammer. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik denk ook zelfs dat het op een bepaalde manier goed is voor de band die je hebt met je studenten. Ja, ik zie er ook echt totaal het kwaad niet in. Maar nee. Zoals alles, ligt alles onder een vergrootglas. Klopt. Momenteel. En wordt alles bekeken met een vingertje van, ja, mag dat nou eigenlijk wel? Ja, doe het vooral wel, zou ik zeggen. Ja. Ja, maar je ligt tegenwoordig zo snel op het hakblok, hè? Er staan nogal eens filmpjes van je op internet of iets dergelijks. Dat heeft wel een grote impact ook, denk ik, gehad op de vrijblijvendheid van alles, toch? Ik bedoel, als je nu als docent een paar biertjes op hebt en je doet dus een jolige uitspraak. En je kruipt onder een trampoline. En dan waren er nu beelden van geweest. Ja, precies. Ja. En toen was het nog zo dat wij meteen, dus we hebben hem weggebracht naar het ziekenhuis. En toen hebben we gezegd, wij zeggen niks op school. Toen kwamen we op school en toen moesten we ons allemaal melden, want hij had het zelf al gezegd. Maar toen had je in ieder geval hij had met verband over zijn hoofd. Ja, nee, maar had hij ook kunnen zeggen dat hij van de trap was gevallen. Ja. En er bestond een kans dat je het ook kon begraven ergens. En dat niemand het had geweten. Precies. En dat gingen we met z'n allen doen. Ja. Dat, die kans is vrij nihil natuurlijk. Op het moment dat zoiets gebeurt, begint er meteen iemand te filmen. Ben jij wat dat betreft nostalgisch als je terugkijkt naar vroeger, dat je denkt het was beter? Fijner. Vroeger, toen de kroegen nog open waren, ja, bedoel een jaar geleden. Ja, tuurlijk. Nou, dat weet ik niet. In ieder geval anders. Ik vind het wel raar dat de hele... hoe oud ben jij? 30. Ben je nog ook al wel weer een oude zak. Ja, eigenlijk ben ik te oud voor dit gesprek. Nee, maar jullie generatie en de generatie na jou, er waren heel veel vrijheden in mijn tijd. Ik zeg wel eens, ik ben opgegroeid in de ideale tijd. Ja. En ik denk dat het in mijn geval redelijk klopt. Omdat de jaren 60 waren te vrij en de jaren 70. Hè, toen ging iedereen altijd allemaal met elkaar naar bed. En dat moest allemaal kunnen. LSD, en vrije paddo's. Opvoeding en kinderen die op de muur mochten schilderen. En want dat moest allemaal kunnen. En ik denk niet dat dat goed is. Ik kom uit begin jaren 80. Waarin er wel wat regels terug waren, maar niet te veel. Je had een telefoon, maar die zat nog aan een lijn. Je had iets van televisie, maar een zendertje of drie. En alleen op woensdagmiddag en op zaterdag voor kinderen. Dus de rest van de tijd moest je naar buiten. Er was veel positief nieuws in de wereld. Zeker later, de muur viel. We werden nog eens Europees kampioen, wat niet meer gebeurde. Snap je? Er was een soort positivisme en er was vrijheid, maar niet te veel. Ja. Meteen na mij, bijvoorbeeld op de middelbare school waar ik zat, voelde je dat die vrijheid zo een beetje aan het kenteren was. Dat het wat strenger werd weer allemaal en wat preutser. En, hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk dat alles altijd in een soort golfbewegingen gaat. Dus dat... Je voelt nu ook weer dat we daar zo naar verlangen met z'n allen. Dat weer terug dreigt te komen. De Roaring Twenties hebben ze het wel eens over. Ja, Roaring Twenties. Maar dat is het, denk ik, hetzelfde als de 60s. Of hè, dat iedereen weer het verlangen heeft om vrij te bewegen en te doen. En later wat hij wil. We leven natuurlijk in een wereld vol met regeltjes en cancelcultuur. En iedereen zit op elkaar te letten. En wat kan... Ja, wat doet iemand fout? Daar ligt heel veel de nadruk op. Dat zie je politiek, zie je media, zie je eigenlijk overal met die social media platformen. En daar volgens mij is er wel behoefte om daar eens van los te breken inmiddels. Ja, nou, dat fout doen. Ik denk dat toch de protestanten of de Calvinisten in ons te veel de overhand hebben gekregen. Mm-hmm. Het verschil tussen protestanten en katholieken, waar ik van, ik ben niet katholiek, ik geloof niks, maar... is wel dat je als katholiek al vergeven bent. Mm-hmm. En dat maakt dat je ook dingen fout kan doen. Ja. Of dat er dingen mis mogen gaan. Dus zo'n code rood over sneeuw. Ja. Ja, bizar, hè? Wat?
Wat zeg je? Ja, dat maak ik zelf wel uit. Dan ga ik op mijn bek. Dat is ook goed. Maar hier boven de rivier mag je eigenlijk niet op je bek gaan. Nee. Letterlijk en figuurlijk niet. En dat begint zich een beetje te wreken zo langzamerhand. Ja, nou is 2020 natuurlijk en het verloop van 2021... Een kutjaar! Ja, dat is gewoon echt een tyfusjaar. En heeft dat allemaal nog wel even in het extreme gebracht. Maar ja, misschien hebben we dat ook nodig om straks weer terug te keren naar een tijd waarin je wel wat meer die jaren 80-5 voelt. Ja, zonder de muziek dan. Maar luister, ik had die Kees van de Spek en ik heb Yves Geiraat gehad. Die zijn van jouw generatie. Die zegt tegen mij... Die zijn ook 32. En die hebben tegen mij ook gezegd van... De jaren 80, dat was de shit. Ja. En toen zei volgens mij zei Yves het of Kees... Volgens mij allebei. Er werd ook nog echte muziek gemaakt. Maar daar ben jij dus niet mee eens. Nee, er werden ook heel veel hele lelijke dingen gemaakt hoor. Maar wat had jij opstaan dan? In je garage of op je zolder? Mijn zolderkamer bestaat nog. Ja? Dat is ook mooi. Ja, daar hangen nog allemaal posters aan de muur ook. Van de Golden Earring en de Truck en de Keks. Dat was de Golden Earring. Was voor zeker voor Nederlanders natuurlijk wel een groot ding destijds. Nou, ik was niet eens heel groot fan. Ik was meer toch van de alternatieven van The Cure. En, dat vond ik leuk. Dat was mijn eerste concert. Die Cure, wat voor muziek was dat? Ik kan nu heel tof gaan doen dat ik het ken, maar ik ken het niet. Nee, ja, spijt me. Mooi man. Nou, ga eens luisteren, zou ik zeggen. Ja, dat was een beetje alternatief. Ik weet nog, dat was mijn eerste concert. Toen was ik 13, denk ik, of zo. Toen speelde zij in Ahoy en toen ben ik stiekem meegegaan achter in de auto bij een vriend. Toen kwam ik daar en er waren zulke zakken wiet. En ik kwam natuurlijk uit een dorp en ik dacht, wow, wat is hier aan de hand? En toen... ging ze spelen en ze hadden zo'n doek en dat viel naar beneden. En stonden ze daar en iedereen begon te duwen. Maar ik was nog een heel klein mannetje. En toen uiteindelijk werd er gepogo'd. Weet je wel wat dat is? Pogo, nee. Pogo, ik zo springen dingen. Tegen elkaar. Zo ja. Springen. En toen kreeg ik eerst een kopstoot van iemand. En daarna schopte hij mijn schoenen uit en toen ging ik op mijn knieën zo zoeken. Toen ben ik op de wc gaan zitten. Toen dacht ik, nee maar... Toen kom je docent tegen. Ik ben hier nog te jong voor. Ja, dat... Was het heftig? Ja, je hebt tegenwoordig noemen ze dat van die moshpits. Dan moet iedereen uit elkaar rennen en dan trappen ze elkaar helemaal verrot in het midden. Ja, dat. Dat was jouw eerste ervaring met muziek? Nou, niet met muziek, een live concert. Met een live concert, ja. Ik vind het toch, het is bij mij als ik ook gewoon beelden zie uit de jaren 80, maar ook vooral, ik kom dan uit de jaren 90, maar ja, ik was 10 toen het 2000 werd, dus dan heb je de jaren 90 eigenlijk niet meegemaakt. Nee. Maar het geeft zelfs bij mij, roept het iets van nostalgische gevoelens op. Ik weet niet wat het is. Omdat ik nu zo ben opgegroeid en grootgebracht in dat tijdperk, dat digitale tijdperk, dat ik af en toe zo kan verlangen naar die tijd waarin dat inderdaad zo'n tv, ja, 3 zenders en dat was het. Je moest er naartoe lopen, hè? Ja, naar de tv, ja, om hem aan te zetten. Zullen jullie slank geweest zijn toen? Ja, zeker, ja. Het enige probleem was dat de telefoon ernaast stond. En mijn vader was wethouder. Dus die ging er dan de hele tijd doorheen bellen. En hoe was jouw opvoeding in die tijd? Denk je dat ook nog veel verschilt van hoe kinderen in deze tijd worden opgevoed? Want jouw vader komt wel uit de generatie waar... Ik denk dan generatie jaren 60. Dat zijn zij tijden geweest. Of jaren 50. Nou, kijk, mijn vader komt uit een generatie die kon niet naar school. Die had gewoon een gezin met 14, die moest werken op zijn 14. Ja. Terwijl een slimme man. Dus zonde. En mijn moeder ook, die moest ook werken op de 14e. Ik ben van een generatie waarin alles kan, mag, als je je best doet, als je wilt, maar niks vanzelfsprekend is. En nu lijkt het wel alsof alles vanzelfsprekend is. En... mensen ook verwachten dat het... Ja, maar iedereen vindt maar dat ze recht hebben op van alles en nog wat. Maar feit blijft wel, en zo ben ik ook opgevoed... dat je er keihard voor moet werken. Ja. En al is maar kranten rondbrengen... dat is al best veel gevraagd, heb ik wel eens het idee... aan de huidige generatie. We zijn wat verwender. Daar lijkt het wel eens op, ja. En het is natuurlijk feitelijk ook zo, want mijn generatie ook. Stel dat mijn ouders wel op de juiste tijd een huis hadden gekocht, dan had ik nu nooit behoeven te werken. Dat is het ook. Ja. Ja. Heeft dit ook te maken met het feit dat wij in deze periode gewoon veel meer keuzes hebben? En waardoor het leven ook wat ingewikkelder is geworden, waardoor het ook moeilijker is om te bepalen wat je wil en...
Ja, nou, kijk, ik was bijvoorbeeld, ik was een avonturier. Ik ging op reis. Ja. Ik ging naar Thailand en naar Nicaragua in mijn eentje. En toen was dat nog een soort van... echt? Ja. Doe je dat? Maar dat is hartstikke gevaarlijk, whatever. En nu is dat allemaal vanzelf. Dat is van. Dat doe je tijdens je studie. Kan de huidige generatie ook niks aan doen. Nee. Maar het is wel vanzelfsprekend geworden. En nu het even niet kan, valt ook pas op hoe vanzelfsprekend dat is geworden. Juist. En ik ben vorig jaar nog om deze tijd terug geweest naar Thailand. En er zijn allemaal mensen die er vroeger nooit zouden zijn geweest. Echt niet. Nee, klopt. En die daar nu wel rondlopen, van wie ik ook het idee heb dat ze niet echt heel erg geïnteresseerd zijn in de cultuur daar of whatever. Maar, gelukzoekers. En dat is allemaal niet erg, is allemaal fantastisch. Maar de vanzelfsprekendheid is wel... Ja. Weet ik niet zo goed. Ja, maar het klinkt alsof jij in die tijd nog meer moest knokken om zo'n droom te verwezenlijken. Ja, maar ik kwam ook uit een dorp, dus ik heb sowieso harder moeten... Maar daar prijs ik me gelukkig mee. Ik vind het ook wel eens jammer voor mijn dochter en mijn zoon dat die in Amsterdam zijn geboren en hier al zijn. Voor mij was dat nog een soort van stap. Ik dacht toen nog dat ik naar de grote stad ging. Dat is natuurlijk niet zo, weet jij en ik ook wel. Maar zij zijn hier al, dus waar moeten ze dan naartoe? Ja. Snap je wat ik bedoel? Nee, ja, nee, mijn ouders komen uit Limburg. Die zijn op jonge leeftijd naar Rotterdam verhuisd. Ja. Dat was voor hun. Mijn moeder zei, ik wist niet wat ik meemaakte. Ja. En dat was inderdaad wat jij ook zegt. Dat was al een avontuur op zich. En terwijl ik denk, ja, weet je, de wereld is zo klein geworden. Ook door die apparaatjes. En de manier dat je kunt nu voor 40 euro vliegen naar Londen. Dat maakt het ook minder spannend. Ja, en je was echt weg. Ja. Gewoon, ik belde dan één keer per maand naar huis. Ja, vertel dat eens even. Want mijn oom heeft hetzelfde gedaan als jij. Die is echt op een gegeven moment, die zei ze na zijn studie, gaan wereldreis maken. En die stuurde dan een brief. Was hij in Afrika, had hij malaria opgelopen. Die stuurde een brief vanuit het ziekenhuis. En zei hij, ik lig hier met malaria. Maar die brief kwam 4 weken later aan. En dan was hij alweer genezen. Maar mijn opa en oma lazen dat. En die hadden geen idee hoe het dan op dat moment met hem was. Nou, dat is nog weer een generatie eerder, denk ik. Want ik kon wel gewoon bellen, natuurlijk. Ja. In zweterige telefooncellen. Maar ja, dat was bij mijn oom nog niet. Dat was inderdaad nog een paar jaar daarvoor. Ja. Heel veel jaar daarvoor. En ik voel me echt een oude lul hier bij dit. Dat ben ik niet. Nou, je dochter zei, je moet dit veel elkaar over zijn leeftijd hebben. Ja, over vroeger. Maar vertel eens, hoe ging dat? Hoe was dat reizen? Want ik heb in Thailand gewoond zelf 7 maanden. Ik vind het fantastisch. En ik ging op mijn 17 voor het eerst. Maar ja, toen zag ik al wat er gebeurd was met het land. Ja. En de enorme toestroom aan toeristen. Maar die periode dat jij er bent geweest, was het wel nog onontdekt. Soort of, ja. Niet helemaal. Ik was ook alweer te laat eigenlijk. Maar daar zag je wel, weet ik veel, wat was ik toen? Koh Tao was toen nog leeg. Daar was één tentje, daar kon je aan het strand een hutje huren. En daar zat een Spanjaard en dan ging je met hem in een bootje vis vangen. En die ging je dan s'avonds bereiden. En ondertussen zag je wel in de verte al allemaal gebouwen gebouwd worden. En ik denk, dit gaat niet lang meer goed hier. Nee. En daar ben ik niet meer terug geweest. Maar dat is natuurlijk ook gewoon dan mijn schuld. In die zin, want ik ben er ook naartoe. Je bent onderdeel van, ja. Ik ben toen ook wel nog in het oosten van Thailand geweest, waar het nog helemaal niet toeristisch was. Ik weet niet hoe dat nu is. Maar, ja, je hebt nog steeds wel plekken. Het oosten valt ten opzichte van het zuiden, et cetera, valt het mee. Ja, ik vond het geweldig om in mijn eentje weg te zijn. Zeker als je alleen op reis gaat, dan leer je dat je ineens denkt, oh ja, ik ben ook eigenlijk best wel leuk. Ja. Mensen vinden me aardig. Ja, nou ja, dat. Je bent weer even niemand. Ja. Of je kan alles weer zijn wat je wil, wie je wil dat je bent. Dat kan natuurlijk niet als je in een vertrouwde omgeving bent. Dan zijn er toch allemaal mensen die iets van jou vinden of die een mening over je hebben. Dat is niet... Dan kun je zelf even opnieuw uitvinden daar. Ja. Over de grens. Ik denk, oh, wacht even. Hey, wat gebeurt hier allemaal? Ik heet Piet vandaag. Ik heet gewoon vandaag. Nou ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Ben je makkelijk, maak je makkelijk contact met mensen als je alleen op reis bent? Ik weet niet of ik dat nog kan. Vroeger wel. Dat was fantastisch, man. Zat ik in Nicaragua aan een strand. Daar kwam niemand. Want toen was die burgeroorlog daar net afgelopen. Ja. Dus niemand durfde daar of wilde daar naartoe. Terwijl dat was echt een van de mooiste plekken waar ik geweest ben. Die mensen waren zo aardig. Want die waren zo blij dat er iemand kwam.
Dus ik zat daar aan een strand. Ging ik iedere ochtend ontbijten in een strandtent. En daar was dan een gast. Een Oostenrijker. Daar was dat tentje van. En iedere dag kwamen er nieuwe buslading. En er kwamen alleen maar meisjes op de een of andere manier. Geen mannen. En, dat was niet vervelend, neem ik aan. Nee, dus ik zat daar gewoon rustig op een boek te lezen. En dan kwamen die meisjes, die gingen allemaal vragen stellen. En dan zei die Oostenrijker, vraag maar aan hem, hij is hier al heel lang. Ja. En dan zat ik daar helemaal bruin. Helemaal het veentje. Helemaal het mannetje. En dan zwaaide ik erin uit en dan kwam de volgende weer. Het was de toptijd, de prins van San Juan. Maar wat was daar de reden voor, dat daar vooral meiden naartoe kwamen? Geen idee. Je had toen ze wisten dat jij er zat. Dat denk ik. Je had die bus die ging van Mexico zo door naar Costa Rica. En de meeste mensen bleven zitten. Ja. Op de een of andere manier stapten er alleen maar meisjes uit. Och, man, ik had gewoon moeten blijven. Ja, man. Ja. Schot in de roos was dat. Ja. Je wist het van tevoren niet. Je kon niet op social media kijken hoe gezellig het daar was. Nee, dat ook. Dat ook nog eens. Hey, je zegt net van, ik weet nou niet of ik dat nog steeds zou kunnen makkelijk contact maken met mensen. Is het gewoon omdat je er minder behoefte aan hebt? Of vind je het gewoon oprecht lastiger? Nou ja, vorig jaar was ik wel weer alleen in Thailand en toen ging het eigenlijk best goed. Dat is toch ook dat. Als je hier bent, vindt iedereen iets van je, hetzelfde principe. Mm-hmm. Veranderd zijn. Dus dan... Ik weet alleen niet of de behoefte hetzelfde is. Op jonge leeftijd wil je natuurlijk, ben je sowieso stijl meer open voor avontuur en wil je dingen leren. Ja. En dan heb je die behoefte misschien meer om mensen aan te spreken. Ja, je wil ook gewoon naar huis, toch, tegenwoordig? Wanneer? Als ik ergens geweest ben? Überhaupt. Ja, ja, nou, ik weet niet. Ja, ik vind het nog steeds wel lachen. Ja? Ja. Ik vond het leukste aan het reizen. Ik kwam de gekste mensen tegen. Toen ik in Thailand woonde, in Bangkok, had ik op een gegeven moment een voetbalteam. Ik was toen 19 jaar. Ik zat met allemaal Amerikanen, Engelsen, Zweden, Russen. En ging daarna met z'n allen in een kroeg in. Had je de raarste gesprekken. En dan s'avonds nog zo'n andere karaokebar in. Ik vond het heerlijk, man. Ja, ook wat jij, leuk. Ja, ook wat jij zei. Van dat je gewoon eigenlijk allemaal nog geen voordeel hebt of... een mening over iemand, die mag het allemaal weer opnieuw gaan ontdekken. En, wat ging je dan zingen? Ja, ik weet het niet. Je had volgens mij die nummers van Oasis, weet je wel. Die zijn weer bij elkaar. Is het zo? Ja, echt? Stond vandaag op de dingen. Is het nou? Oké, ik begreep dat die jongens van de Rolling Stones, die worden echt, voordat ze optreden, wordt er een soort infuus in ze geprikt. En dan worden ze echt helemaal kunstmatig aan leven gehouden. Hoe zijn die gasten van Oasis eraan toe? De beste, want het gaat nu toch een beetje die kant op dit gesprek. Maar ja, dat is allemaal prima. De beste uitspraak over ouder worden komt van Keith Richards in zijn documentaire. Zegt hij, I ain't getting old, I'm evolving. Ja. Maar ik denk dat iedereen op de wereld wel verbaasd is over hoe deze man het zo lang volhoudt. Ja, man, dat is toch te gek. Fantastisch. Ongekend, ja. Maar heb je ook die drummer heeft laatst van hun heeft toch ook een documentaire uitgebracht? Die heb ik nog niet gezien. Nee, dat schijnt ook helemaal vol te zitten met dit soort anekdotes. En dat je gewoon aan het kijken bent. En dat je gewoon denkt, ieder moment tijdens het kijken van die documentaire, want er moet er toch eentje omvallen binnenkort. Noep. Als je kijkt naar je verleden, heb jij de beesten uitgehangen? Heb je zelf een beetje een rock'n'roll leven gehad? Zeker. Ja? Vertel, wat... Ja, zou jij wel willen weten, hè? Ik bedoel, nou zoeken we die anekdotes natuurlijk. Ja, ja. Nee, ja. Nee, tuurlijk. Nee, dat was een wilde tijd. Zeker op de toneelschool was een wilde tijd. Mooie tijd. Maar hoe uitte zich dat? Je ging veel op stap, drank, vrouwen, ja. Drugs. Ja. Ja? Ik woonde op de Prinsengracht toen. Had ik in een kraakpand had ik een kamer van 10 bij 15 of zo. Ja. En de afterparty was altijd bij mij. Ja. En dus als de Weber dichtging of whatever, waar we dan ook zaten, dan ging iedereen mee naar mij. En dan als ik het zat was, ging ik aan een hangmat, ging ik daarin liggen. Dan kwam er altijd wel iemand bij liggen. Dus dan liep dat hele huis liep nog vol, iedereen nog blootjes aan het roken. En dan lag jij in die hangmat en dan wacht je gewoon. Als het genoeg is, is het genoeg, toch? Ja, ja, je hebt groot gelijk. Ja, maar je stuurde ze niet weg dan? Nee, de mensen. Zou ik. Nee. Je sliep gewoon door, terwijl iedereen nog door dat huis heen liep. Nou ja, mensen met verstand die denken, oh, hij ligt slapen, misschien moeten wij dan ook maar gaan. Dat is, maar dan was het altijd al heel laat, hoor. Dus ja, dat was een geweldige tijd. En wanneer komt dan het moment dat je toch rustiger aan gaat doen? Is dat gewoon puur gebaseerd op leeftijd dat je zegt, oké, het lichaam kan het niet meer aan? Of gelden er toch andere regels? Het lichaam kan het nog prima aan. Nee, ik heb natuurlijk kinderen. Dat helpt een hoop, omdat de kinderen maken dat je naar huis wil.
Ja. Je hebt geen kinderen, toch? Nog niet. Nog niet. Nee. Wel een vriendin. Ja. Ja. Ja, ja, let maar op. Gaat vanzelf. Ja. Nee, dan wil je naar huis. Dat is een heel raar gevoel. Ik heb het voor die tijd nooit naar... Ik ging nooit naar huis. Ik was altijd degene die het licht uit deed. Altijd. Of ik ging naar huis en ging in de hangmat liggen. En dan liet ik iemand anders het licht uit doen. Maar dan was ik al thuis. En dan wil je ineens gewoon thuis zijn. En... Nou ja, dat wil niet zeggen dat het nog schuwelijk mis kan gaan. Toe. Tuurlijk, heerlijk, lekker. Maar je hebt niet meer die behoefte om ieder weekend aan de lampen te hangen. Als ik nu in een... Ik weet ook nog dat ik... Ja, dat zijn van die defining moments dat ik een paar jaar geleden op Lowlands was. En daar een dochter van een vriend van me tegenkwam, 's nachts. Die helemaal op de pillen zat en nauwelijks nog kleren aan had. En ik dacht, oh god, ik wil dit helemaal niet zien, joh. Want daar moet ik er iets van zeggen, ja. Of niet, tegen hem. Dus ik ben een soort van zo met mijn hand voor mijn ogen doorgelopen. En dacht, ja, dit... En dan is het ook klaar. Zeg maar, dan heb je een nieuwe generatie. Die hangt er tegenaan, jongen, je bent er bijna. En die neemt het over. Weet je wel? Het zijn mijn laatste jaren eigenlijk. Die zijn ja, jij moet nu nog even volledig de beest uithangen. Wat is het advies van een 30-jarige Frank dan? Nog 2 jaartjes pieken, 3 jaar met die kinderen. Vertel, wat is nou het beste stappenplan wat ik kan nemen hier? Ik heb foto's van je vriendin gezien. Ik zou lekker naar huis gaan. Nog eventjes naar huis gaan, ja? Dat zou ik doen. Oké, nou, dan gaan we dat regelen. Ik moet wel zeggen, mijn vriendengroep zie ik die tweesplitsing enorm ontstaan. Dus je hebt de eeuwige studenten, hè, die op een gegeven moment... Ja, dat het ook gewoon een beetje triest wordt. En je hebt dan de mensen die eigenlijk te snel zijn afgehaakt, wat mij betreft. En ik zit ergens in het midden. Dus dan ga ik weer een keer met een eeuwige student mee. En dan denk ik, ja, het wordt ook een beetje triest. Je merkt het ook als je uitgaat. Hè. Ik behoor nu wel echt tot de ouderen. En als je dan naar rechts gaat en je zit op zaterdag in zo'n Vinex-wijk een bak kamillethee weg te lurken, dan denk ik ook bij mezelf, wat is dit, joh? Waar zijn we nou in terechtgekomen? Ja, maar goed, als jij nu uitgaat, dan springen er natuurlijk allemaal mensen op je nek. Dat helpt ook niet. Nee, maar ik ben sowieso wel wat meer gewoon van de kroegjes. En dan gewoon wel kroegjes waar ik gewoon de meeste mensen toch al ken. En dan kan je nog wel redelijk anoniem staan. Maar Rotterdam, ja. Dan vind je daar hoe ik in de Katendrecht. Nee, Katendrecht is niet meer echt een plek om naartoe te gaan. Tenminste wel... Café de Ouwe Hoer is echt heel leuk, man. Ja, maar om te eten meer. Maar het is niet meer dat het vroeger... Daar kwam natuurlijk gewoon, hè. Het stond bom van de hoeren. En ja. Al die schippers die kwamen daar aan. Ja. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat het een feestje was om daar even een beetje te rousen. Maar nu is het vooral, hè, zitten mooie restaurantjes, een bistrootje, noem het allemaal maar op. Het is een beetje netjes geworden. Ja, weet je, de Witte de Witstraat, dat is nu toch wel... Denk is dat ze nu bij Hunky? Ja, vroeger was dat één grote criminele bende. Hunky was fantastisch. Ja, want je hebt ook, hè, je hebt in ons eigen land heb je ook behoorlijk wat avontuur gehad. Je komt uit Brabant, je hebt in Amsterdam gewoond, je hebt in Rotterdam gewoond. Volgens mij ook nog in Maastricht. Nee, mijn schrift is alleen lesgegeven. In Groningen heb ik nog gewoond. Hoe, wat? Groningen was echt... In Groningen ben ik 15 kilo aangekomen, denk ik. Dat was verschrikkelijk. Groningen is fantastisch. Maar wat maakt Groningen nou zo fantastisch? Ik ben er nog nooit uitgegaan. Ja, dat moet je dan toch doen voordat het te laat is. Ja, nee, Groningen is voordat het echt, triest wordt. Groningen is fabuleus. Echt fenomenaal. Groningen is wat ik dacht dat Amsterdam was. Toen ik naar Amsterdam kwam, 100 jaar geleden, toen ging ik naar het café. En ik bestelde bier voor iedereen, want dat doe je in Brabant. En, ja. En halverwege de avond stond ik weer met ik drink mijn glas leeg. Ik sta met een leeg glas. Ik denk, nu krijg ik wel niemand. Niemand. Ik denk, nog een keer bestellen. Niemand. Nog een keer bestellen, was mijn geld op. En ja. 12:15 zegt die barman, jongens, we gaan sluiten. Ik zeg, we gaan sluiten. Vlekken, dus hoop ik nou de trein pak, dan kan ik in Eindhoven nog tot 4 uur door. Ja. Nou, dat is Eindhoven. Ook top. Geweldig. Kan je ook fantastisch op stap. Maar in Groningen sluiten ze gewoon niet. Nee. Never. Ik woonde in Groningen op de Grote Markt. Hier was mijn voordeur. En hier was de deur van de 24 uur cinema poolbar. Dus dan kwam ik al licht aangeschoten of zwaar aangeschoten thuis. En dan moest ik kiezen tussen de voordeur of de deur van nog één klein drankje nog. Ja, dan ging ik toch altijd naar rechts. Het is duidelijk. Ja, Groningen is fenomenaal. Ik hoor dit van veel mensen. Ik heb toch wat gemist. Maar ja, ik heb nog 2 jaar. Dat heb je zelf besloten, hè? Op een gegeven moment moeten we een soort ultimatum hebben. Nou ja, 32 is mooi, hè? Toch? Dat is Jezus' leeftijd, toch? Zoiets. Oh, ja, is ook wel lekker. Ja, is dat zo? Ik heb geen idee. Het is ook wel lekker om gewoon een beetje het gevoel te hebben van... Oké, jij hebt nog 2 jaar. Haal er alles uit. Dan zijn dat...
zijn dat toch ook vruchtbare jaren. Ga je dat dan vanavond ook mededelen thuis? Ik ga nu niet naar huis, want nee, ik ga nu nog 2 jaar feesten. Je belt er gewoon op en zegt, luister, ik zie je over 2 jaar. Gewoon 2 jaar de beuk erin gooien. Ik heb advies gehad van ome Frank en dit is wat het is. Ik zit in de trein naar Groningen. Ja. Nee, het zijn niet de tijden om naar de kroeg te gaan. Nee. Hey, in welke periode van je leven ontmoette jij je vrouw? Toen was ik 28, 27. Mm-hmm. Toch? Ja. En is daar... In Groningen. Kijk. Komt zij uit Groningen? Of? Nee, zij komt uit Amsterdam. Zij is volbloed Amsterdams. Kan je die ontmoeting nog herinneren of is dat blurry? Zeker. Ik regisseerde het Groningen Studentencabaret. Ik was toen vrijgezel, dus ik had tegen die organisatie gezegd, doe mij een 2-persoonskamer. Hey, gewoon een studentencabaret en ik was de baas. Je weet het nooit. Snap je? 1 en 1 is 2. Dus toen, en ik stond aan de bar in de Schouwburg, toen kwam ze naast me staan. Toen keek ik naar haar, ik kende er wel van hier uit Amsterdam, maar zij mij niet. Hoe kende je haar dan? Je had haar wel eens gezien. Zij had een fenomenale kont. Oh, kijk eens aan, ja. Dat onthoud je. Ja. Echt serieus. En ik zeg, wil je wat drinken? Ze zegt, doe maar whisky. En ik denk, zo. Dat is... ik zelf whisky, ik hield helemaal niet van whisky. En zij, naar later bleek, ook niet. Maar het was een soort ontploffing. Die ontmoeting. En toen bleken we ook nog in hetzelfde hotel te zitten. Die had 2 kamers. Nou ja, zij sliep met een vriendin en uiteindelijk om 6:30 ochtends of zo nam ik haar mee naar boven. Maar toen had ik dus die kamer, 2-persoonskamer besteld, maar ze had het niet helemaal goed begrepen. Dus toen stond er een stretcher voor de deur. Je had een 2-persoonskamer besteld? Ja, maar ze hadden, dat ging niet, weet ik veel. Dus het hotel had een stretcher voor de deur gezet. Waarop mijn vrouw zegt, was je wat van plan? Ik zeg, nou ja, eigenlijk wel, ja. Heb je gezegd, je mag op die stretcher gaan liggen in de gang. Maar ja, nee, het was verschrikkelijk. Ja, maar toen zijn we de viel ik even door de mand. En maar toen de volgende dag zijn we samen in de trein teruggegaan naar huis. Ik ben nog nooit zo grappig geweest als toen. Daarna ook niet meer, nee. Soms heb je dat je gewoon zo'n avond tot alles mee zit, hè? En dat was, ja, maar dat is ook wat zij naar boven bracht of zo. Dat iets in mijn overlevingsstrategie werd van, ik moet nu gewoon alles uit de kast halen, want dit is het. Ja. En dat heb, dat heb ik gedaan, dat is gelukt. En hoe lang hebben jullie daarna nog, hoe zeg je dat, gedate of afgesproken voordat dat echt serieuze vorm aannam? Ja, zij had een vent. Oké. Okay. En ik ging de volgende dag voor 3 weken naar Zuid-Afrika. Toen heb ik er vanuit Zuid-Afrika opgebeld op de verjaardag, wat ze heel brutaal vond. Ja. Maar toen kwam ze toch eten, toen ik weer terug was. Maar jij belde haar op terwijl zij thuis nog zat met een andere vent. Slecht, hè? En wat heb je gezegd? Je spreekt met een PostNL. ASMR geluiden gemaakt door de telefoon. Ik werd helemaal gek. Trek het niet. Nee, ik heb wel 1/2 jaar moeten knokken voor haar. En eigenlijk nog steeds, maar dat is ook niet erg. Vond je het lastig om dan... je was gek op haar, anders had je niet 1/2 jaar voor haar geknokt. Maar vond je het lastig om dan afscheid te nemen van een bepaalde periode? Oh, ik vind verliefd zijn is het ergste wat er is, man. Ja. Het is echt dramatisch. Je hebt geen controle meer, hè? Hey, en dan gaat opa weer uitleggen hoe het vroeger ging. Want doe maar. We hadden geen telefoon, geen mobiele telefoon. Dus ik moest gewoon... naast de telefoon wachten. Dus wat je vroeger deed, was zo snel mogelijk naar huis, naast de telefoon gaan zitten en hopen dat ze belt. Kijk, nu kun je in ieder geval nog gewoon in het café gaan zitten wachten. Ja, maar, en kijken of je iemand anders tegenkomt. Maar zeker als je dan ook nog eens in Zuid-Afrika zit, zij moet op dat moment ook nog eens opnemen, toch? Anders heb je het gewoon echt gemiste kans. Ja, toen viel het nog wel. Ik bedoel, ik was in Zuid-Afrika, joh. Er sprongen walvissen voorbij. En, je had wat afleiding. Daar was ook genoeg te doen, zeg maar. Ja. Maar... toen ik weer hier was, we woonden eigenlijk vlak bij elkaar. Ik word altijd een beetje enorm statisch van verliefd zijn. Gewoon dat je alleen nog maar aan het hopen bent om bij die ander te zijn. Of zo.
een naar gevoel. Maar het is een heel fijn gevoel, maar het is tegelijkertijd ook een beklemmend gevoel. Ah, oh, man. Want als het dan niet lukt of het niet slaagt, dan weet je ook van... Ja, maar dan is dit hele gevoel voor niks geweest en dan zak ik in een put. Ja, maar je kan toch helemaal... Ik kan echt niks anders meer dan... Ik kan alleen nog maar naar haar verlangen. Wat ik een vrij vermoeiende staat van zijn vind. Was je snel verliefd in die tijd? Of was je altijd wel, was zij echt de eerste waar je dat bij voelde? Oh nee, het kon vrij rap gaan. Maar het is maar 2 of 3 keer gebeurd in mijn leven dat het echt een soort van bom. Dat was bij haar? Dat was onder andere bij haar. En toen heb je heel anders gedragen omdat je verliefd was. Was je nog wel dezelfde Frank? Kon je nog wel dezelfde grappige Frank zijn? Of ging je allemaal rare dingen zeggen? Nee, ik denk ook niet per se dat je je leukste zelf bent als je verliefd bent, eerlijk gezegd. Nee. In die end. Omdat je dat moet en je wil en je zal. En je doet loze beloftes en valse beloftes. En natuurlijk de wereld om maar bij haar te kunnen zijn. En je vergeet de rest van de wereld uit het... Die verlies je eigenlijk uit het oog. Ja, dat klopt, ja. Het is een ingewikkeld concept, verliefd zijn. Maar het heeft jou iets heel moois opgeleverd. Een huwelijk zeker, en zeker. Kinderen. Hoe is het met jou? Ben je nog verliefd? Ja, 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 ja. Ik vraag me wel af, daar hebben wij het ook wel eens over, zeg maar, dat euforische gevoel van verliefdheid. Hè? Mensen zeggen altijd, ja, als je het kwijtraakt, maar ik weet het. Ik weet ook niet of het handig is als je dat 30 jaar voelt op die manier. Het is ook wel soms wel fijn als het op een gegeven moment een beetje landt en je gewoon heel veel van elkaar houdt en elkaar leuk vindt, maar niet meer dat gestoorde. Heb je vaak ruzie? Nee, wij hebben echt nooit ruzie. Nee? Nee, echt nooit? En hoe lang ben je met haar? 3 jaar. Hebben we nooit ruzie gehad? Jawel, we hebben wel... als ik dat vergelijk met vorige relaties, dan had ik wel ruzies. Maar bij haar, nee, bij ons vloeit het gewoon. Het is echt uniek. Ik ben echt heel erg blij mee. Zeg ik. Ja. Maar wij hebben echt naast elkaar ook nog wel een eigen leventje. En wij hebben aan dezelfde dingen behoefte. Dus het is niet zo dat één persoon in een relatie behoefte heeft aan veel meer vrijheid of wat dan ook. Nee, dat zit op de een of andere manier. Daar hoeven we helemaal geen moeite voor te doen. Praten we ook niet over. Dat wordt ook niet afgesproken. Dat is gewoon zo. Wat heerlijk. Ja, dat is lekker. Ja. Ja, ik ben er echt blij mee, ja. Ik hoop ook, ik had gisteren toevallig met haar een gesprek. Ik hoop wel gewoon dat wij... Ja, ik denk echt wel dat het... Komt zij ook uit Rotterdam? Ze komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Ja, zij is op de 18e naar Amsterdam gegaan. Maar zij kon zich helemaal niet aarden in Rotterdam. In Rotterdam? Nee, maar zij vond Rotterdam. Ja, kijk, ik ben vrij chauvinistisch. Je gaat in Gouda wonen uiteindelijk? Nee. Zij woont in Amsterdam, ik in Rotterdam. Wij pendelen heen en weer. Dan ga je gewoon lekker zo houden. Maar ik vind het heerlijk, joh. Dan ben ik gewoon een keer een weekendje in Amsterdam. We hebben hier dan ook weer een apart vriendengroepje. En als we naar Rotterdam gaan, spreken we met andere mensen af. Ja, raar om een Rotterdamse die wel kan aarden in Amsterdam, maar niet in Rotterdam. Ja. Erg, dat is een zeldzaamheid wel. Daar moet je toch even met erover praten. Ja, we hebben ook echt wel onderzoeken gedaan naar wat is er misgegaan met die vrouw. Ja. Ze heeft ook gewoon van die kutpaaltjes en zo. Therapie, ja, zelfs die kutpaaltjes. Ja, Jezus. Ja, nee, dat is... maar als je mijn schoonmoeder ziet, dat is ook wel echt een Rotterdamse tante. Dus daar heeft het niet aan gelegen, maar... zij vindt dat vrije van Amsterdam en zij voelde zich hier in Amsterdam gelijk thuis. Zij voelde zich in Rotterdam een buitenbeentje. En in Amsterdam kon zij veel meer aarden. Terwijl ik juist dat nuchtere van Rotterdam... Wat zeggen je vrienden daarvan dan? Dat is wel geinig. Een van mijn beste vrienden, die was tijdens het begin van de coronaperiode nog vrijgezel. En die heeft door middel van Tinder een vriendinnetje gevonden. En maar juist raden waar die vandaan kwam. Uit Amsterdam, een straat verder als mijn vriendin. Okay. Dus die zijn inmiddels ook vriendinnen. Dus wij spreken nu ook wel eens in Amsterdam af. En dan lopen we hier een rondje. En dan zeggen we, dit hadden we toch nooit verwacht. Dat wij op onze 30ste nou ineens een rondje zouden lopen in Amsterdam. Omdat we hier allebei een vriendin hebben. Wel gewoon in een Feyenoord shirt of ook niet. Kan verkeer, nou, heb ik nog niet geprobeerd. Maar dat gaat er niet uit. Loop jij hier van de PSV shirt? Zeker. Ja? Zonder twijfel, ja hoor. Hoe belangrijk is voetbal voor jou? Tja, daar word ik wel heel gelukkig. Nou, niet altijd gelukkig van. Maar ik vind het wel een... ik voetbal ook weer. Ja? Tegenwoordig, ja. Maar met de All-Stars? Nou, zoiets, ja, met Sjaak Zwart en anderen. Oh ja, echt? Lach gezegd. Ja. 3 keer per week. En ik ben heel blij dat ik dat weer doe. En ze worden thuis wel schrik van. Nou, mijn dochter niet, want die houdt er ook enorm van. Maar ja. Hoe gaat het je af? Lekker. Hoe gaat het je af als dat balletje? Voetballen kijken, lekker. Leg je hem nog wel eens stil, gewoon even het balletje op? Ja hoor, dat kan ik nog wel. Ja?
Ja, nee, maar ik voetbal nu weer 3 keer per week. Dus ik kom in allemaal skills weer terug. Dat kan altijd. Maar heb je vroeger op nog redelijk hoog niveau gevoetbald? Ik kon best aardig voetballen. Oké. Okay. Maar ik weet wel dat heel veel mensen dat zeggen over zichzelf. Ik zeg toch ook niet dat ik heel goed was? Nee, oké. Okay, maar ja, dus nou goed. Ik kom een keer een wedstrijdje kijken. Ik ben benieuwd waar het niveau ligt. Ik me nog afvroeg over je voetbalteam wat je traint van je dochter. Ja. Hoe is het voor je dochter dat jij daar... Ja, dat doe je inmiddels al een tijdje, maar dat jij daar de trainer bent. Ligt een beetje aan de stemming. Van haar of van jou? Ik moet vanavond bijvoorbeeld training geven. Ik voel hem al aankomen, dat wordt hem niet. dat wordt hem niet. Maar hoezo dat niet? Jullie hebben vanmiddag nog een discussie gehad, toch? Nou ja, ze heeft af en toe van die luie buien. Die er ook gegund zijn, het maakt verder niet uit. Want je dochter is nu... Ik hoop dat ze het leuk vindt. Ja, ze heeft er nooit over geklaagd of durven klagen. Dat zou je naar haar moeten vragen. Heb je een hechte band met je dochter? Zeker. Ja? Als je kijkt naar de manier hoe jij vroeger bent opgevoed, denk je dat je daar op een andere manier mee omgaat? Of neem je veel dingen van je ouders over en mee in je eigen opvoeding nu? Nou, de belangrijke dingen wel, denk ik. Verder is natuurlijk de tijd gewoon anders. Mijn vader was altijd weg, die moest werken. Mm-hmm. Ik ben ook wel veel weg, maar ik ben ook wel veel meer thuis nog. Ja. Op andere momenten. Bij ons was het gewoon structuur natuurlijk. Mijn vader had een baan en mijn moeder was altijd thuis. Bij ons is het allemaal veel grilliger. Ja. Maar mooi man. Kinderen zijn mooi, is leuk. Ik vind het leuk. We worden gelukkig van. Heb je niet dat je op een gegeven moment terugkijkt op je eigen leven en dan... Het is allemaal goed gekomen, maar je kent ook die periodes waar je doorheen bent gegaan en waar je tegenaan kan lopen. En zo. Heb je dan wel eens dat je zorgen maakt over de puberteit, de jaren die nog gaan komen? Wie? Van mijn eigen kinderen? Ja, of als je naar je eigen kinderen kijkt. Nee, dat gaat allemaal vanzelf, omdat je pas je toch automatisch ook aan met naar waar die kinderen zitten. En het is eerder dat je dan nog weer gaat verlangen naar de tijd dat ze 3 was en met haar handjes omhoog in de deur stond. Ja, dat snap ik al. Die tijd komt niet meer terug. Dus dat is het. Ja. Maar die ontwikkeling is ook mooi om te zien en dat je een gesprek kan voeren. En ik moet ook af en toe lachen als ze grote bek heeft. Of, prima toch. Heeft ze iets van het avontuurlijke van jou overgenomen? Mijn bang van wel. Ja, dus dan staat je nog wat te wachten. Het is een beest. Echt een beest. Ja, altijd al geweest. Op de 12e nam ik haar mee naar carnaval. En ik denk, wat is je nou? En toen stond ze achter de bar plaatjes te draaien. Dus, dat gaan al wat mooie jaren worden. Het is een sloper. Ja? Ja. Grappig. Lijkt ze meer op jou dan op je vrouw? In wat voor opzicht? Ja, gewoon qua karakter. Of is je vrouw ook een sloper? Op een andere manier. Ze heeft van allebei wel wat, denk ik. Neigt iets meer mijn kant op. Oké. Okay. Denk dat ik gewoon heb. Oké, okay, nou, dat is een mooie score toch, zo aan het einde. Ja. Hey, voordat de mensen echt helemaal lijp worden op mij en zeggen van... ja, verdomme, vraag eens even wat over Undercover. Wil ik het toch nog even kort over Undercover hebben. Ja. Hey, de show van de afgelopen tijd, kan ik wel zeggen. De enige echte goede Nederlandse serie, mijn optiek, samen met Mokromafia. Ja. Ik vind het is toch wel een eer voor jou dat eigenlijk iedereen zegt... ja, seizoen 2, allemaal leuk, maar we hebben Ferry Bouwman enorm gemist. Ja. Vooral natuurlijk vanuit de Nederlandse mensen gezien. Ik vond het ook. Ik vond het jammer. Ik heb echt zitten kijken en ik kwam er veel minder in dan in seizoen 1. En dat lag echt wel aan het gemis van Ferry Bouwman. En natuurlijk ook, aan de vrouw van Ferry Bouwman. Help me eens op weg. Jezus jongens. Elise Schaap, hoe heet heel ze goed, nou ook weer? Heel goed. Ja, maar hoe heet ze nou in de serie? Danielle, nou jongen. Danielle, even verdomme. Verdomme, ik heb er net over je. Ja, dat kan helemaal niet. Maar hoe heb jij daarnaar gekeken? Zeg maar, alle reacties die loskwamen op seizoen 2. Nou ja, kijk, luister. Ik heb natuurlijk ook die scripts op een gegeven moment gelezen. En denk, waar blijf ik? Ja. En dat stond er niet. En... Kon je het begrijpen? Ze hebben die scripts natuurlijk eerder al geschreven. En toen kwam dat enorme succes. Wat ze ook niet helemaal hadden ingeschat, denk ik. En gelukkig hebben ze meteen ingegrepen. En toen zijn ze een film gaan schrijven. Wat een prequel is op seizoen 1.
Dus ja. De jonge jaren van Ferry Bouwman. Die komt eraan in een film. In mei, ja. Ja. En die is goed gelukt, kan ik je zeggen. Ja, tof. Ja. Dus je ziet eigenlijk het ontstaan van Ferry Bouwman, een crimineel. Zien hoe Ferry geworden is en hoe die Danielle heeft ontmoet. En, nou, dat is toppertje. Maar dat kan je anders zeggen. Dat is natuurlijk gewoon een warmhoudertje ook voor wat er nog komt dadelijk in seizoen 3. Nee, het is geen warmhoudertje. Dit is echt een hele fucking goede film. En het is op zichzelf losstaan. Ja? Oké, top. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ben echt trots op. Vet. Dat is goed geworden. Wordt dit een bioscoopfilm? Komt dit ook op Netflix? Nee, Netflix. Oh ja, gek. Netflix. En dan seizoen 3 staan er nog wat rekeningetjes open. Juist, ja. Hoe is dit? Ja, ik denk dat qua PR en aandacht en hoeveel je over gesproken is, misschien wel het meest besproken project waar jij mee hebt gewerkt? Of voelt dat niet zo? Ja, dat weet ik niet. Daar denk ik zelf nooit over na. Nou ja, ik zie het dan van... Ik zit natuurlijk veel op social media. Als ik zie wie op het moment dat seizoen 2 online kwam, allemaal op social media iets laten weten dat ze zitten te kijken. Dat was gigantisch, man. Nee, dat is ook. Maar dat heeft ook gewoon ook met de tijdgeest te maken. Met Instagram en met internet, Twitter, weet ik veel. En Netflix, die een soort nieuwe marketing hebben gebracht voor Nederlandse series en films. Wat heel goed is. Ja. Die hebben de boel geprofessionaliseerd. En vroeger maakten wij iets. En dan hingen we een poster op. En dan hoopten we dat er iemand kwam kijken. Waar ik al jaren tegen gevochten heb. Maar wat nooit gebeurde. En Netflix doet precies dat wat ze moeten doen. Precies. Namelijk jezelf niet te serieus nemen. Ja. En vroeger zei ik, heb gezegd, maak 2 verschillende posters. Of maak 10 posters voor mijn part. Dan val je in ieder geval op. Ja. Ja, nee, er moest 1 duidelijk ding gecommuniceerd van die ouderwetse marketing. Maar het waren ook klote posters. Want je ziet gewoon overal spelers vaak in een soort formatie staan. Met dat was het dan ook. Waar slaat het op? Ja, verder gebeurde er ook niks. Dus, nee. En Netflix snapt het gewoon. Dus die al die posters die ze doen, zijn bijna allemaal grappig. En ze nemen zichzelf niet serieus. Ja, wij kregen thuis, dat vond ik fantastisch. Ik kreeg thuis een Ferry Bouwman trainingspak. En ik kreeg een telefoontje. Hè, zo'n illegaal criminele telefoontje met een sms'je erin. En er stond dan op hoe laat die aflevering kwam. Ja, dat vind ik fantastische marketing. En slippers, hè? Slippertjes. Ja, en wat doe je dan? Moest jij die aantrekken van je vrouw natuurlijk. Nee, mijn vrouwtje had hem aangetrokken. Oh, is helemaal... En dan zit je samen op de bank. En wat doe je dan? Dan maak je automatisch toch een foto dat je dat aan hebt. En dan gaat dan online en zien mensen... Hé, verdikke me zeg. Het begint weer, dus dat is natuurlijk, dat verspreidt zichzelf zo enorm. Ja, dus dat, en zeker 3 jaar geleden was dat eigenlijk redelijk nieuw. Dat hele binge-watching nam een enorme vlucht daar. En dat heb ik wel nog nooit meegemaakt, dat was heel grappig. Ja. Er waren een paar, 3 weken in mei dat heel Nederland die series had te kijken. Ja. En dat was sinds Mies Bouwman geleden, denk ik, dat er nog eens gewoon... Op een gegeven moment liep ik ook door de straat en dacht, die zijn aan het kijken, dat kan niet anders. Dus ik ging op het bankje voor een raam staan, waardoor je boven zo'n ding uitkwam. En ik kwam zo... En ik keek zo, hij schrok zich helemaal. Dan zit je te kijken, de Ferry Bouwman, dan staat hij ineens voor je deur. Ja, grappig toch? Hoe is het om die rol te spelen? Het is, volgens mij ben je zo vrij als een vis. Nou, die Belgen, die in België kan er sowieso meer dan in Nederland. Dat is... Welk gebied? Elk gebied. Omdat de bemoeienis daar minder groot is. Je kan meer je gang gaan. Ze durven daar zwarteren. En met Mokro Mafia zijn we op de goede weg, hoor. Vind ik. Ik ben blij dat dat gemaakt hier wordt. Omdat het ook gewoon hard en lelijk daardoor goed is om naar te kijken. Maar vroeger kon het allemaal helemaal niet. Maar moest Nederland iets... Er moest altijd een beetje feel-good in zitten dan of zo? Of waar ligt dat aan? Nou, weet ik veel. Ik zat ook in Runskop. Ik weet niet of je die gezien hebt. Dat is echt een hele goede film. Maar die zou je in Nederland nooit van de grond krijgen. Nee. Ze zeiden, ja, maar dat is wel heel zwart. Of ja. Daar gaan we niet, dat doen we niet. En in België kan het wel. En in voor Undercover is er een schrijfteam met 4 schrijvers... Wat in Nederland, geloof ik, het begint nu een beetje te komen, dat ze het licht zien. In Nederland was het toch altijd 1 schrijver en die heeft dan zo'n projectje. Een tunnelvisie. En dan moet je afblijven, want het is van mij. En ja. Ik maak dat. En daar is het gewoon veel gezamenlijker. En die schrijvers en de showrunner heet dat dan, het is een Amerikaans principe, wat is overgewaaid. Die is ook heel open, dus die schrijft tekst in het Brabants, maar die kan helemaal geen Brabants. Dus
ja, krijg ik die tekst en maak ik er mijn eigen versie van. Ja, dat vroeg ik me nog af, ja. Nou ja, dat voel je natuurlijk ook. Dat dan klopt het allemaal. En zij doen daar niet moeilijk over. Stellen er niet eens vragen bij. Die vertrouwen mij ook dat als ik ongeveer doe wat er staat. Maar dat lijkt me enorm belangrijk. Dus ja, je krijgt gewoon, dit is de scène en dan bepaal je op dat moment zelf de woordkeuze. En... Sort of, ja. Ja, ik denk dat je dat ook wel echt terugziet. Ja, daardoor klopt het en daardoor is het. En het gekke is dat heel veel acteurs dat ook niet doen. Of niet durven. Lijkt me, ja. Waarom durf je dat dan niet als acteur? Ja, dat weet ik ook niet. Zijn ze bang dat ze op kop krijgen van de regisseur? Of, Je kan toch overleggen? Of is dat niet de bedoeling dat je met een regisseur overlegt over de tekst? Ja, dat kan. Maar ik snap ook wel dat als je ergens binnenkomt en je hebt 5 zinnen, dan ga je ze ook niet veranderen. Dat begrijp ik wel, snap je? Nee. Maar vaak voel je dat wel in Nederlandse series, vind ik. Ik zet het nou eens gewoon naar je eigen hand. Ja. Laat jouw creativiteit erop los. En ik heb het heel erg het gevoel bij die Belgen dat ik mijn creativiteit daarin kwijt kan. En dat ik het kan doen zoals ik denk dat het goed en dat daar niet in beperkt wordt. En dat, nou ja, in dit geval werkt dat. Goed uitgepakt, ja. Ja, en het is toch een beetje, toch wel een paar clichévraagjes. En dan zal ik je straks met rust laten. Maar dan toch, dan ben je bezig met dat project. Ik vond het verhaal al gelijk heel tof. Ja. Ik hou toch wel een beetje van die penose verhalen uit Nederland. Ja. En had je het gevoel dat het dit succes zou gaan bereiken? Nee, want het bestond helemaal niet. Deze, dat heb ik net uitgelegd, deze gradatie van succes, die was al heel lang verdwenen, omdat het allemaal veel te versnipperd was. Ja. Als je een serie op SBS6 hebt, ja, god, hoeveel mensen kijken ernaar. En nu, ook juist omdat je jezelf kan kijken en zelf kan binge-watchen, werd het ineens weer echt een koffiehoekgesprek. Ja. Heb je dat gezien? Dat moet je gaan kijken. Maar dan sta jij op die campingsite te draaien en denk je, ik doe even mijn eigen tekstje en ik doe even een paar eigen woorden erin. En dan wordt het gewoon, zo'n daverend succes. En juist ook die kleine woordjes. Natuurlijk ook met jouw compagnon Elise Schaap, die ook gewoon echt... Ja, hij is geweldig. De uitsprong. Het was gewoon... Het was uniek voor Nederlandse begrippen. Maar je moet dingen niet maken omdat je succes wil hebben. Je moet dingen maken omdat je het leuk vindt om te doen. En omdat je iets moois maakt. Maar dan wordt omdat het iets belangrijks is. En dan... Ja, mensen geloven mij nooit, maar het maakt mij niet zo heel veel uit hoeveel mensen er dan aan kijken. Ik heb echt hele mooie dingen gemaakt die niemand gezien heeft. Ja? Ja, dan is dat me echt... Ik wil gewoon vooral mooie dingen maken. Dat is wat ik leuk vind om te doen. Maar kan je dan niet irriteren aan het feit dat je zegt van ik heb iets heel moois gemaakt en blijkbaar zien anderen het dan niet? Dat lijkt me juist frustrerend. Natuurlijk is het wel irritant en frustreert het. Maar ik heb wel lang geleden besloten om me daar niet al te druk over te maken. Dat had ook te maken met wat ik eerder zei, met slechte marketing. En soms met de Nederlandse geest ook. Want wij kijken ook wel heel graag rommel. Ja, dat ben ik met je eens. Er zijn weinig Nederlandse films, series die ik echt goed vind eigenlijk. Dus daarom... Ik kijk heel graag naar The Masked Singer. Ja. Kijk je zelf eigenlijk wel eens tv of... Alleen sport. Hé, hey, als je... En dit is, ja, ik ben gewoon benieuwd. Als je nu naar al je rollen kijkt, is Ferry Bouwman... Staat dat in de top 3 of top 5? Of denk je helemaal niet zo... Nee, zo denk ik niet. Als mensen mij vragen, wat is je beste rol? Dan zeg ik altijd de volgende. Ja. Ik weet niet. Ja, soms lukken dingen en soms lukken dingen niet. En het gaat mij altijd over ook... denk ik er met plezier aan terug? Heb ik vrienden gemaakt? Mensen ontmoet? Heb ik leuke dingen gezien? Ben ik op mooie plekken geweest? En dat... Ja, dat hele Belgische avontuur is wel grappig. Ja. Ja. Had je veel met Belgen al samengewerkt daarvoor of niet? Ja, een paar keer wel. Ja. En dat bevalt wel over het algemeen? Ja, maar ik kom natuurlijk ook uit Brabant. Ik ben een reserve-Belg. Lijkt dat dan op elkaar? Mentaliteit is wel een beetje, het zijn niet helemaal, maar een BM Belgen zijn iets achterbakser. Iets meer achter de ellebogen. Belgen moet je ook... Belgen leer je pas echt kennen als er 25 bier in zit. Ja. Wat ze ook regelmatig doen. Dus daar hoef je nooit lang op te wachten. Maar,
Ik vind het wel grappig dat België en Nederland elkaar vaak kruisen. Ook in televisieprogramma's. Bij Expeditie Robinson draaien wij ook altijd met 50% Belgen. Dus ja. Dat is heel grappig. Ja. Maar wat ze bijvoorbeeld wel deden, dat kan nu niet met corona, maar tijdens de serie moest elk departement een feest organiseren. Ja. Ja, dat is fenomenaal. Want dat werd natuurlijk steeds gekker. Omdat elk feest moest natuurlijk beter dan het volgende. Dus het geluid, het licht, de acteurs. Die feesten werden steeds gekker. Ja, dat is fenomenaal. Dat doen ze echt heel goed. En ik vind fijne mensen. Leuk. Ja. Ik heb samen met heel Nederland genoten van Undercover in Nederland. En ik hoop dat we dat nog een tijd mogen doen. Ja, ik kan het altijd proberen. Mag je al iets verklappen over seizoen 3? Of is dat allemaal nog staatsgeheim? Ferry die gaat de verbinding is echt heel slecht. Wat vet? Ja, cool, serieus? Hè? Ja. Oh, zo, dat zie ik helemaal niet aankomen, joh. Nee. Holy shit. Nou, ik... Ja, en dan gaat het dus... ook. Maar zij heeft een... Die, ja. Serieus? Ja, ja. Godsamme. Als je het doorvertelt, kom ik zoeken, jongen. Dan stop ik hem helemaal verrot. Ja, nee, ik zou niet durven, man. Ik ben helemaal perplex. En pas op, want ik weet waar je woont. Ik weet het. Hey, Frankie, mag ik je enorm bedanken voor je komst, je tijd. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja. Dat je lekker gezeten hebt. Ja, hoor. Beetje ouwe hoeren. En ik ga zeker kijken. Succes met de opname. Je zit er nog vol in. En in mei gaan we kijken naar... niet een warmhoudertje, nee. Gewoon op zichzelf staande knaller. Ja, zo heet hij. Ferry. Ferry, ja. De reis van Ferry. En jullie bedankt voor het kijken en luisteren. Vergeet niet te abonneren. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Toedeledokie. Hoi.